Welke coachingstijl past het beste bij jou? Ieder mens is anders en niet elke coach is hetzelfde. De ene coach heeft heel veel succes met afwachtend, vragen stellen en heel rustig blijven. Terwijl de andere coach juist veel succes heeft door prikkelende, provocerende vragen te stellen. En weer een ander geeft gewoon heel veel adviezen en kan daar mensen ontzettend goed bij helpen. Maar welke stijl past nou het beste bij jou? We kunnen onderscheid maken tussen 4 verschillende vormen van coachen. Ben je een praktische doelenjager? Hou je voor concrete resultaten, zichtbare resultaten? En denk je graag in kleine, realistische stapjes? Dan past deze stijl goed bij je. Je bent een motivational coach met pep talk en wil graag snel goed resultaat zien. Of ben je meer een vakdocent? Leg je graag dingen uit? Help je mensen graag bij dingen beter te begrijpen? Hou je van verhelderen? En heb je heel veel kennis van raadsinstrumenten, het reglement van orde, wet en regelgeving? Dan past deze stijl beter bij je. Zaken uitleggen en verhelderen is je grote passie. Uiteindelijk moeten de raadsleden zelf aan de slag met al die informatie. Zit je boordevol verhalen en anekdotes en heb je al heel veel gezien en gelezen en gehoord? Dan kun je ook die verhalen overdragen. De stijl die daarbij past is de stijl van de wijze verhalenverteller. Door die anekdotes te delen met die wijze levenslessen erin kan de coachie heel veel leren. De verhaalvorm maakt het extra makkelijk om de lessen te onthouden. Hou je meer van vragen stellen? Laat je liever de raadsleden zelf het antwoord bedenken? Laat je ze graag nadenken over hun eigen gedrag en situatie? Dan past de stijl van de vragende spiegel meer bij je. Je houdt ze aan de ene kant een spiegel voor, laat ze reflecteren en stelt vooral veel vragen. Die vragen kunnen aan de ene kant heel meelevend en vriendelijk zijn, of juist wat meer provocerend en prikkelend. Elke stijl heeft zijn voordelen en zijn valkuilen. De praktische doelenjager vergeet bijvoorbeeld soms om door te vragen naar belemmerende gedachten. En de vakdocent vertelt wel heel veel, maar vergeet soms om praktische stappenplannen te maken. Wat is jouw voorkeurstijl? Wat spreekt je het meeste aan en wat het minste? De stijl moet niet alleen passen bij de coach, maar ook bij de coachee. Dus blink uit in één stijl, maar combineer en varieer als dat nodig is.